Ik het soms vind dat opvoeden echt een mega struggle kan zijn. Oh ja, we zeggen niks. Maar is toch goed voor je buikje? Kom eens bij mama. Geen poppedijn. Wil je een ijsje meenemen? Hey man. Lekker mama. Dingen in de sapcentrifuge ding. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben net thuis. Ik heb net Memphis weggebracht. Ik wou zeggen opgehaald. Weggebracht van school. Ik ga nu eventjes wat editen. Het was gisteren echt nachtwerk geworden. Ik was tot 12 uur nog steeds bezig met editen. Making me crazy. Ik ben lichtelijk geïrriteerd vandaag. Ik het soms vind dat opvoeden echt een mega struggle kan zijn. Die jongens zitten elkaar continu in de haren. Ah, Merilou adem. Hallo. Hallo. Een mens slaan met rust. Je hebt er niet zoveel zin in. Je hebt er niet zoveel zin in, kiki joe. Nou, dit is mooi wat Memphis heeft gemaakt op school. Die is heel mooi, hè? Dit is een olifant. Een olifant. Kom. Woe, je ziet uit. Geef maar mama. En je schoenen uit gaan doen. Memphis, heb jij poep gedaan? Heb je poep gedaan? Ik ga je pakken, hoor. Nee. Jawel, heb jij poep gedaan? Nee. Heb jij poep gedaan? Ja, hè? We gaan even een spelletje spelen. Hey, domino. Kijk, dit is papa maken. Ja, papa kus. Even wachten, schatje. Even wachten. Ja, even wachten. Mama gaat even de kaartjes delen. Let op. Wacht even, let op Memphis. Let op mama. Oké, nog een keer, wacht even. Dit is een spelletje. Nee, even ook. Mama gaat even uitleggen, let nee. op. Dan krijgt mama krijgt de 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nee, deze. En Memphis krijgt er ook 8. 1, ja. 3, 4, 5, 6, 6. 7. Ja. 8. Goed zo. En die is voor mama. Geef maar mama. Heel goed voor jou. Ja. Oké. Nu heb ik er 8. En heeft Memphis er ook 8. Ik heb hier een auto. En een koe. Koe. Goed zo. Koe en eentje koe. En een auto. Die kan bij de auto. Kijk maar in jouw kaarten. Kan jij ook een koe of een vis? Nee, toch, die kan niet. Die kan ook niet. Die is er wel. Goed zo. Ja. Ja. Heb je een beertje? Ja. Volgens mij zie ik, hier zijn jouw kaarten. Even met een foto. Kijk, heb jij hier een beertje? Ja. Ja, die moet daar. Het beertje gaat bij het beertje. Ja. Stoot hij in je hoofd? Ja. Gaan we verder dan? Deze. Nou, ga maar pakken wat je wil. Het spelletje ga ik nu niet meer doen, want meneer is echt heel erg super cranky. Maar als ze dus in wel een goed humeur zijn, is het wel echt een heel leuk spel. Domino Junior. En hij is volgens mij hartstikke moe. Ik ga hem even lekker douchen, want ze hadden op school lopen kleien en doen. Dus hij is ook helemaal vies. Ga maar naar boven, schat. Ik heb het gemaakt. Hij heeft iets zo moois gemaakt, papa. Oh, nou kom dan. Laat maar zien. Want hij is ook helemaal vies. Het is een olifant. Laat maar zien aan papa dan wat je hebt gemaakt. Kijk, olifant. Hij heeft een olifant gemaakt, papa. Is dit een olifant? Ja. Dat is oh, een olifant. Oh, wauw. Dat is een mooie. Ja. Ja. Ook een olifant. Ook een olifant. Nou, zet de olifant maar weer terug. Dan gaan we lekker even douchen. Oh, wauw. Wat is dit gemaakt? Net op school? Ja, net op school. Maar het is dus deeg. Ja. Met zout. Dus hij zat er net alweer aan te happen. Net Nick geappt. Want ik heb nog honger na een hele lange tijd. Een craving in de avond, jongens. Die echt niet normaal is. Geen poppedijn. Wil je een ijsje meenemen? Buurman en buurman, hè? Nee, doe maar.
lekker lui dagje. Ik voel me ook niet zo heel lekker vandaag. Ik ben een beetje moe en ik begon gisteren al een beetje. Ja, oh. Dus wij doen het vandaag lekker rustig aan. Alessia is naar school. Memphis is vandaag vrij. Dus ga gewoon even lekker chillen. Ik heb al thee gezet. Wurmijnkeel. Kijk, ik heb dus net even een broodje met alleen boter. En dus broodje getoast met boter gedaan. En een dikke, vette, grote kop thee. Verder de dag vordert hoe verder ik mij beroerder voel. Ik weet niet, ik ben gewoon echt niet. Dus ja, het is nu 10:31. En ik heb het gevoel alsof mijn hoofd dadelijk uit elkaar explodeert. Oké, ik heb dus nu net heel snel even wat aangetrokken. Maar Nick is nog niet thuis en ik moet er met een kwartier al zijn. Dus ik hoop dat hij op tijd is, want ik haat als ik moet racen. Zo, ik ben nu net terug van de schoonheidsspecialist. Ik heb mijn huid weer gedaan. Het ziet er weer deze dan nog een beetje pijn. Maar het ziet er over het algemeen weer wat rustiger uit. Daar ben ik wel super blij mee, want ik had echt heel erg veel irritaties. Nu ga ik verder met mijn chilldag. Zoals ik al hiervoor ook al deed. Ik ben wel wat opgeknapt. Ik heb nu lekker een heerlijk boerenkoolprutje iets. Wacht even, wat zit erin? Boerenkool, bleekselderij. Gember, komkommer, appel en citroen. Lekker even een vitamintje binnenkrijgen om lekker een kick boost te krijgen. En verder heb ik ook kurkuma thee gemaakt. En je kan op de markt bij ons gewoon verse kurkuma. Ik zal het even laten zien. Kun je gewoon verse kurkuma kopen. Dus die dingen die erin liggen, dat is kurkuma. Dat liggen wij super gezellig samen. Ja. Ik ga nu slaapjes doen. Ik heb eigenlijk helemaal geen boeiende dag gehad. Ik vind het echt knap als je nu nog kijkt. Fabutestisch zeg ik. En morgen weer een nieuwe dag. Wat zullen we gaan doen? Een filmpje kijken? Wat dan? Slapen. Oké. Heel veel. Wil je naar beneden? Ja. Oké. Een hele goede morgen. Het is weer ochtend en ik kijk naar dit. Yes sir, dit is wat ik allemaal moet vouwen vandaag. Ik had besloten om iedere ochtend een broccoli sapje te gaan drinken. Nee, wacht even. Ja, nee, broccoli, wat was nou? Oh, die broccoli, hoe heet het nou? Boerenkool. Ik ben heel erg gezond bezig. Detox sapjes voor de hele week. Dus van maandag tot met zondag. En dan heb ik van die zakjes. Dat doe ik dan in de vriezer. En dan doe ik maandag, dinsdag, woensdag en dat soort dingen erop schrijven. Je snapt wel wat ik bedoel. Ik heb al de ingrediënten gekocht op de markt net. Ik heb hier een zakje boerenkool. Ik heb hier mijn komkommer en bleekselderij. En dan gaat er ook nog een citroentje in. Maar die heb ik in de kast liggen. En gember. Vet simpel. Dingen in de sapcentrifuguurtje. Ding, centrifuge. In de sap ding doen. En de bedoeling is dan dat ik ze iedere ochtend ga innemen. Al heel lang geleden gebruikt. Dus ik weet niet meer precies hoe ik dat ook alweer in elkaar moest zetten. Nou, ik heb het kunstwerk in elkaar gekregen. Alles gesneden. Dit is de komkommer. Dit is de bleekselderij. Ik doe de citroen apart los erin persen. Dus niet via de machine, heeft geen nut. Nou, ik heb hier die zakjes waar ik ze in ga doen. Ik doe voor 3 dagen en nu een sapje. Ik denk dat dat wel lukt. Nou, dit zijn mijn zakjes. Ik heb er 3 zakjes uit kunnen halen. Die van de IKEA zijn echt super vet. Want dan komt het er niet doorheen. Dus ik ga ze nu in de vriezer doen. Blablabla. Smoothies en sapjes la. Ik heb gewoon 1 la. Voor mezelf. Maar je gaat toch niet de korstjes weggooien? Die moet je opeten. Nee, niet de korstjes opeten. Maar is toch goed voor je buikje? Kom eens bij mama. Ik wil niet de korstjes eten. Maar weet je,
Ik wil niet een korstje eten. Nee, maar als je korstjes eet, dan is dat heel goed voor je buikje. Nee. Ja, wel. Nee. Dat is heel goed voor je buikje, mannetje. Ga maar één hapje van je korstje pak nemen. Doe maar. Jee, wat goed! Korstjes eten, hè? Wauw, dat doe jij goed. Mama, knuffel. Knuffeltje. Oh. Mm. Hou vast. Mag ik ook openmaken? Ja hoor, schatje. Geef mij. Is je ze openmaken? Ja. Wauw. Wat is dat? Klaai. Klaai. Oké, druk eens op het knopje. Wauw. Mag ik ook eens op het knopje drukken? Ja. Mag ik de boekopje open? Dat is van mama. Doe eens rood. Het is rood. Vandaag is rood. De kleur van jouw lippen. Van mijn lippen. Gaan we even kijken hoe Lesje reageert. Oh ja, we zeggen niks. We zeggen niks. Nog niks doen. Hey man. Tafel dekken. Wow, wat is het? Hebben we rood licht erin overal gedaan? Huh? Hoe kan dat? Hé, hey, hij gaat weer uit. Doe jij dat?